trio, één melding. Ongeval weg, vervoerd met vermoeiende kletsel. IJsselmallen. 16, 31, voertuig 16, 70. Einde van dit bericht. Voor 16:31 GTP. Ongeval letsel IJsselhallen, is dat correct over? Ja, dat is correct. Is iets meer bekend aan de omvang van incident over? Ja, politie geeft aan één personenauto achter op een mijnauto gereden. Er is verder niks bekend van de gevaarlijke stoffen op dit moment. Ongeval letsel. Tankwagen, is het meer bekend omtrent lading tankwagen over? Ik meld tankwagen gevuld met lijnzuivel. Dat is correct over. Jongens, het betreft de ongeval letsel tankwagen. De tankwagen is gevuld met lijnzaadolie. Ik wil dat wel even concreet hebben of het daadwerkelijk zo is. C1631 ter plaatse over. Jongens. 31 ter plaatse. Rook, zeg maar. Adres juist. Jongens, ik zie rook. Even schouwen. Kom nou even weg als het kan. Even deze kant op. Graag even bij de tankauto spuiten. Het rookt niet. Blijf naar de vinger kijken, meneer. Stabilisatie gereed maken. Oké, gaan we de AV aan de kant hebben? Ja, laat de AV maar oprijden. Die vrachttrailer even verder checken. Over lekkages en zo. Even rondom, goed rondom verkennen. Ja? Twee personen in het voertuig. Politie was voorin. Er voorin. Ik heb nog niet helder aan de omvang van het letsel. Daar zijn we nu aan het inventariseren en of ze bekneld zitten. Okay. Dus dat vrachtauto is een tankwagen, maar levert geen gevaar op voor u. Ja? Nee, er zit geen gevaarlijke stof in. Ik laat nu de ambulance zien. Ambulance dienst, voertuig is stabiel, je kunt erbij. Auto onder tankwagen. De tankwagen zit lijnzaadolie in, dus levert verder geen gevaar op. Dus geen lekkages verder in de tank. Ook verder geen lekkages. Ik had wat rook toen ik aankwam, maar daar komt het te moeilijk van de remmen af. De status is nu voertuig onder de trailer. Ja. Twee slachtoffers erin. Ja. Vermoedelijk één bekneld. Hij is net stabiel, dus ambulance dienst is er nu bij. Ja. En dan we zijn aan het inventariseren hoe we dat er nu uit gaan halen. We waren goed aanspreekbaar. Ja. Let op de grond. Ja. Tand eruit. Ja. Klaar niet over de nek. Nee. Wel over de bekken. Daar heeft pijn aan. Ja. Dus dat is eigenlijk op dit moment de status. Voor de rest A, B, C is stabiel. Okay. Wie wil je de eerste uit hebben gevraagd, Mark? Die man? Stuurder. Okay. Die er eerst uit. Hoe wil je hem eruit hebben? Ja, hij zit vast met zijn rechterbeen. Ja. Kom nog even naar hem toe. Ja. Hij krijgt wel iets over zijn nek, maar dat is dan best niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat hij in shock krijgt te raken. Ja. Dus we willen hem zo snel mogelijk uit hebben. Ja. Dus we moeten denk ik deze stijl weghalen. Deur moet weg. Deur eruit, B-stijl eruit en die deur eruit? Ja, die deur eruit. En dan achter meneer gaan zitten. Is goed, als je erachter kunt komen. Hoeveel tijd hebben we? Kwartier. Oké, dank je. Gaan we doen. Plan. Slachtoffer aan deze zijde moet er eerst uit. Wat we gaan doen is deur verwijderen. Deze deur verwijderen. B-stijl tussenuit. En dan komt hij aan deze kant. Is dit de redweg. Dus... De ambulance even. Ja. Deze. Wat is je status, jongens? B-stijl weg, dan en dan haal hem naar beneden. Oké, haal die rubbers er tussenuit. Okay.
Ja. Ambulance worden even de rechterkant. Hier een keer zo laag mogelijk. Oké, wat is er met haar, joh? Joop. Helemaal door. Helemaal door. Ja, oké. De andere kant. Even zo. Blijf moet er. Joop. Even. Ja? Ja. Gaat het goed met zijn hoofd? Ja, gaat goed. Hij komt naar binnen nu, hè? Ja, ik zie hem. Ik zie hem ook. Oké. Oké, geen bijzonderheden. Alleen de airbags die erin staat, verder niks, hè? Oké, dankjewel. Ja, goed. Jongens, kan iemand de bankraad pakken? Met de plank. Zometeen even de pomp uit als het kan. Henk gaat het doen. Henk, waar haal je eruit, jongen? Zijn voet zat vast, hè? Even ontdenken. Ja, ik hou hem omhoog. Moet iemand straks even mij overnemen, want ik heb... Ja, hou daar maar. We hebben geen tijd, jongens, we hebben geen tijd voor een nekkraag. We nemen het sneller. Ja? Neem eerst wat hoofd over. Zeg maar, dan pak ik de rug. Talks all over. Geen van telt. Oké, iedereen thuis. Ja. Lekker. Doe maar. Oké. Zeg maar, we hebben even gehoord. Bestuurder, bevrijd. Vraag naar een ambulance. Stuurster zit erop. Nee, we zitten. Ja. Ja, dan kunnen wij deze weg. Wat was jouw laatste inschatting van de patiënt? Met uw bekken, daar moeten we voorzichtig mee doen, dus. Ja. Ja, waar waren wij? Ja, ontzettend koud. Ja. Nee, ze is We kunnen hem ook naar voren zetten. Dat we het dak knippen en dan brengen we hem naar voren toe en dan kan het er zo uit. Doe dat maar. Ja? Ja, oké, okay, dankjewel. Ja, dat wel. Dan gaan we stoppen dit te rijden en dan gaan we het dak vlak maken. Dan gaan we de lucht vlak. Lawaai, lawaai, lawaai. Let op. Zometeen een klap. Nog één. En nog één. Let op. Lawaai. Lawaai. Ja. Klopt mooi. Jongens, als het allemaal de laatste knippen, al iedereen even in positie, hè? Jongens, het verandert. Even stop. We gaan het dak verwijderen, want die is te tricky hier. De ruit ligt eruit, dus we gaan die kant op met het dak. Iedereen helder? Ja. Los. Los. Pas op dat je niet struikelt. Daar is het hem. Ja. Ik heb een kei op de benen vrij zijn. We zetten de plank erachter. Oké. Okay. Helemaal prima. Jij bent hier in Leiden nu. Oké. Ja? Jongens, meegekregen. Plank gaat erachter. Ja. En dan gaat ze er achterwaarts uit. Kan dat kunt of niet? Ik ben twee voeten. Ja, zie nou. Je had hier een mannetje erbij. Ja? Oké. Okay. Iedereen vast. Zie je wat voor de pijn? Eerst even tellen. Hoofd tilt. Ik tel op 3 gaan we omhoog. Iedereen vast? Ja. 1, 2 en 3. Oké. Okay. Zo, en dan gaan we weer verder. Ja. Iedereen.
naar elkaar als het slachtoffer weg is. Over een overleg met de OVD gaan we gaan zo meteen inpakken. Weer uitdruk gereed maken. En daarna gaan we een technische nabespreking doen aan de kazerne. En daar is ook het lot mee uitgenodigd. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Nee? Oké. Gaan we inpakken.